It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag spelen we een potje Domination op de map Combine. En ik ga spelen met de streaks die iemand had achtergelaten. Ik geloof dat het Erik was die mij benaderde via Twitter. En hij zei, speel een keer met de Cerberus, Wraith en de Raps. Dat ga ik vandaag ook doen. Daarom speel ik ook gewoon een potje Domination. Omdat het wat langer duurt dan TDM natuurlijk. En we gaan kijken of we die streaks kunnen gaan halen. Dat zou mooi zijn, want dan kunnen we laten zien wat die streaks kunnen doen. Ik speel met de Kuda, Rapid Fire en Extended Max natuurlijk. Zoals jullie rechts ook zien, staat er de Cerberus, Wraith en de Raps. Ik speel met de, hoe heet die chick? Outrider, ik heb geen idee hoe zij heet. Maar ik kan hem toch niet gebruiken zoals jullie al weten natuurlijk. Dus jongens, don't blame me als ik mijn ding niet gebruik. Ik kan er niks aan doen. Hij doet het gewoon niet. Wauw man, wat ben ik scheef, fucking hell. Ik dacht dat ik die kill had kunnen hebben. Misschien dat hij eventjes een lagspike had. Of ik kan een lagspike. Een van die twee. Zou beide goed kunnen. En ga niet campen zoals de video er straks. Daar heb ik zo een bloedhekel aan, hè. Zijn er van die mensen dan die bijvoorbeeld net de game hebben of zo? Of wel fuck prestige 8 zijn die dan gaan lopen campen? Oké, let's go. Weg hier, weg hier, weg hier. Ik heb bijna mijn eerste streak. Oké, teammate of enemy zit op B. Ik heb hem niet. Oh my god, ik heb een assist. Dat je mij niet zag. Dude, holy shit. Ik had die Cerberus in. Oh, er komt er een in mijn rug. Ik had bijna de Raps al binnen, jongens. Holy shit. Ik ken nu dus de Cerberus, dat karretje die rondrijdt, en de Wraith. Ik heb alleen mijn Raps niet gehaald, omdat ik daar even zoog. Dude, ga niet met je vieren achter me aankomen. Dan kan ik toch niks. Oké, Wraith kills even allemaal, dat ik weer even een nieuwe streak kan halen. Ik ga niet mijn Cerberus controlen. Dat duurt mij te lang. Ik ga maar even jouw Vesper voor close range. Oké, mooi, je hebt ook een diamond camera erop. Kom op Wraith, maak nou wat keer meer kills. Mijn Wraith is sowieso kapot nu, oké. Jongens! Het was de eerste dag. Was nog blij met Christmas noobs. Maar nu mogen ze echt oprotten van mij. Serieus! Oh my god. Wat is dit dan? Oh, let's go, hij is geglitched. Wat is dat? Zag dat licht, ouwe! Oké, ik moet nou even mijn streaks halen. Boys, kom op. Teammate, kom je helpen. Oh, ik ben te laat. For fuck's sake. Ik heb dat zo vaak, hè. Dan ben ik gewoon te laat. Oké, lekker Cerberus. Ik ben verbaasd dat mijn Cerberus er nog steeds rijdt, eigenlijk. Zit hier een links van me. Ze hebben de swarm aanstaan, boys. Hey, lekker, man. Wat ik ook raar vind is dat je die gewoon niet kan ontwijken als je wegspringt. Of het zo erg ver komt. Oké, laten we even zegen dan. Kom maar, teammates. Zit er daar een achter? Kijk uit, zit daar een enemy achter. Ziet niemand die enemy? Oké, mag ik nou de ding kapot? Ik wil de punten. Oké, let's go. Heel goed, ik heb bijna een nieuwe Cerberus. Nog 3 kills. Oké, Emmys hebben UAV's. Dan wachten we gewoon eventjes op, want ze gaan zo en zo hierin komen.
Of toch niet? Ik kan ook niet in de gedachten van de enemies kijken, dus... Leuk dat jij daar even straks ons op staat te wachten. Oké, hij gebruikt zijn glitches. Hij komt weer op die walruit, of niet? Of walruit. Hoor mij dan met mijn walruit. Ik heb eventjes GTA gedaan vandaag. Ik denk gelijk weer aan GTA turmen. Thanks, teammate. Oh my god. Ik zei echt niet veilig. Nu wel. Ik wil even dit uitcampen, hoor. Oké, nieuwe servers is binnen. Nu wil ik even al mijn schiets gelijk halen. Fuck! Ik hou gewoon mijn schiet niet, echt waar. Dan ga je gewoon... Let's go. Jou heb ik in ieder geval nog wel. Jou nog ook. Het is alleen maar mooi, want je kan toch twee Cerberus's inkallen. Dus we moeten hem nou niet overlappen, maar ja. Kort zit na de eerste ronde zit hem nu toch ook op. 29-8, oké. We hebben onze Cerberus, dus die kallen we dadelijk gelijk in. Dan hebben we dadelijk nog eentje als goed als ik niet doodga. Het enige zo jammer wat ik altijd van deze streak setup vind, is je hebt geen UAV. En aangezien teammates die ook nooit halen, is het gewoon onmogelijk om bijna deze streaks te halen. Dus eigenlijk zou je één streak weg moeten doen voor een hater. Dan zou ik, als ik was, zou ik de Cerberus weg doen. En dan hater, Wraith en dan Raps. Of Wraith, hater, Raps. Zo is het. Maar dan kan ik hem al inkallen. Oh, dat kan gewoon al. Oké, lol. Dan kan ik hem gelijk op die B-vlag. Oké, hij ligt op de B-vlag nu. Oh, de enemies hebben ook een Cerberus. Lol. Hij heeft fucking combat focus! Of hoe heet dat? Ik weet even niet, hoe heet dat nou, jongen? Ik weet even niet hoe het heet. Nee. Ik ben de naam vergeten. Oké, okay, never mind. Oké, okay, het is nou Cerberus tegen Cerberus. Ga jij maar voor, teammate. Oké, okay, zitten hier niet. Jawel, zitten ze wel. Oh my god. Oh my god! Waar zit dat ding? Ik kon de killcam niet kijken. Voor mij zit hij op de B-vlag. En mijn ding is al weg. Mijn service. Kom maar. Koekoek. Ja, ik hoor jou! Zo! Jezus! Ik hoor hem even daar zo aankomen. Fuck off, maat. Jij ook? Mijn aim is echt fucking slecht op dit moment. Zo, waar ben ik door geraakt? Ik vind dat zo'n kut ding, hè? Ik weet niet wat dat is. Voor mij is het de flash. Maar die servers van hen is nog steeds niet kapot. Jongen. Jongens worden geowned. Dat wil ik niet. Ik zag jij er gewoon achteraan komen en ik heb een rapid fire, dus wat wil je nou proberen dan? Oh, ik heb hem nog kapot gemaakt ook, lol. Yo! Tering, rouwe. Oké, zit hierin. Zit hierin. Kut trappetje, man. Weer zo'n stun. Wat is het? Vraag me echt af wat hun gooien, ouwe. Yo. Yo. Oh my god, twee man daar. Drie man zelfs. Yup, you're right. Oké, okay, we hebben B, dan gaan we ook voor A. Moeten we nu ook A pakken, boys. Als ik mijn specials hier aan had kunnen roepen, jongen, had ik veel meer misschien gehad. Maar ja, het lukt niet. Oh, dat is geen capture kill, shit. Dat wel?
Let's go, Cerberus kan... Nee, ik kan niet hier inkallen, wel hier. Oh my god, ik heb raid. Ik heb ook mijn raps, dag! Nu zing ik alles in de lucht. Je hangt echt letterlijk alles in de lucht, van al mijn streaks gewoon. Mijn Cerberus rijdt op de grond. Mijn ballen die gaan op de grond. Dat klinkt even verkeerd. En weet je dat? Mijn Vrede hangt in de lucht. Dus let's go. En we hebben de B-vlag, dus het potje gaat sowieso ook nog iets langer duren. Kom. Oké, mijn Cerberus is al kapot. Teammate, lekker! Of teammate, het zijn mijn eigen reps, dus... Let's go! Er worden nog meer ballen gedropt hier zo. Ik heb weer een nieuwe Wraith, maar die ene hangt nog in de lucht, dus... Die kunnen we niet pakken. Oké, we gaan even tussen... Nee! Oh my god, ik ga nog dood! Shit, ik had bijna een nieuwe Wraith. 71 om 13, oké! Als we nu even aanpakken. Oké, mijn vrede is nog steeds niet available. Als we nu nog 30 kills kunnen droppen en we live 100 plus halen, dat zou echt fucking awesome zijn. Mijn raid is weg. Dan kan ik hem steeds inkallen. Hij is toch aan het vliegen. Oh my god, kom op. Ja, nieuwe vrede erin. Oh, er zit ook wat in mijn oog. Ze pakken A. B nog niet, gelukkig. Gaan we even concentreren, jongens. Oh, lucky fucking bastard! Kom op. Ik zit op C. Kom op. Lekker, lekker! Wow! Woep, woep. Lekker vrij! Kom op, kom op. Haal het, haal het. Waar zit hij? Oh, het potje afgelopen. 84 om 15 is ons eindscore, jongens. Zoals je dus ziet, als je eenmaal die streets hebt, kan je echt super bezig gaan. Dus als je een 100 plus halen, gebruik deze stream natuurlijk. Ik zou nog wel eventjes in plaats de Cerberus een hete aanzetten. Zodat je zelf nog even de enemies op de minimap kan lopen. Maar dan moet je natuurlijk zelf weten. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. Laat je blauwe duimpje omhoog achter. En zie jullie bij een andere video. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, jongens. Doei!